De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft gisteren de eerste ultraviolette waterinstallatie in gebruik genomen, de Brownsweg in Brokopondo. Met dit systeem wordt water uit het Stuwmeer gezuiverd tot veilig drinkwater. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de plaatselijke gemeenschap in vervulling gegaan. De mensen ontberen al tientallen jaren gezond drinkwater vanwege onder meer goudmijnactiviteiten in het gebied. DC Frederik Finissi van Brokopondo wees op het belang van goed drinkwater. Volgens hem is dat probleem nu duurzaam opgelost in Brownsweg. We zijn 1000% blij. Ja. Alleen moet het onderhouden worden. En wat ze ons ook hebben beloofd, op korte termijn, ja, gaan we dit in kaart zetten dat dit terrein eigendom van ze komt. En dan zijn ze hier, dan kan ze hun woning opzetten, dat ze hier een station eenmaal 24 uur TB is. En van hieruit kunnen ze uittrekken naar alle resorten in het district Brokopondo. Ik heb het idee. En ik dacht, oké, we moeten ook zo'n SWM potja. We gaan de tangi, we gaan de regering tangi en hoop taki. En wat er is, door alle seifu Brokopondo, door alle seifu Bronswa. En dat ze door wat er is, nu is het. En aan het taki wat deel ik is aan watra, dan watra deel ik is. Alles moet op profeet in aan watra. Ja. U zag kapitein Lambertus Waandels van het dorp Nieuw-Gansee en daarvoor de districtscommissaris van Brokopondo, Frederik Finissi. Beiden zijn heel blij met de waterzuiveringsinstallatie. SUM-directeur Marlon Oosterling verzekerde dat zijn bedrijf verder zal werken in het district. Hij riep de mensen op om zuinig om te gaan met de machines die zijn opgezet. SWM gaat in dit district blijven. En wij gaan proberen zoveel als mogelijk, in principe heel Brokopondo moet water krijgen. Heel Brokopondo moet goed water krijgen. En u mag het ook weten, de vorige sprekers hebben het ook gezegd. Dit is een UV-installatie. En SWM, het is ook de eerste keer dat wij een UV-installatie geïnstalleerd hebben. Voor heel SWM, heel Suriname kan ik het zeggen. We hebben dat gedaan omdat het water uit het meer komt. En hoe zat de tackle, zat ik SWM. Dat water verontreinigen, dan die, dan dat, dan onvoorstelbaar. Maar we gaan door. Wij gaan het hoofd niet doen hangen. We gaan gewoon door. Omdat we weten dat de mensen het water nodig hebben. Akurtu kurtu altijd van kun je naar dorp even ba. Ja, a water aan onze artisie, a water aan onze dappe, om mijn klachten. Wat vindt die water akkert overal heb je die opmerking. Maar het is begrijpelijk. Wanneer er positieve dingen gebeuren, dan willen mensen meteen deel zijn van die positieve ontwikkeling. Maar dat kost tijd. Zij waren aanwezig bij de ceremoniële ingebruikname van de ultraviolette waterinstallatie, de Brownsweg. Dit systeem is het eerste systeem in Suriname.